welkom bij Suka en Sluisveer aflevering 1. Een gesprek met Sylvia Bakker. Welkom Sylvia. Dag Sylvia. Welkom hier. Dankjewel. Dankjewel. Laten we maar van start. Oh, dankjewel. Sylvia, we hebben begrepen dat je hebt gestudeerd in je master hebt gehaald in België. Ja. Op de Sint-Lucas. Ja. En je bachelor hier in Nederland. Ja. Heb je verschil gezien in België tussen de beleving van cultuur daar? Wij weten allebei wel dat Belgen een wat meer zelfsprekende manier doen met cultuur om te gaan. Ja, precies. Ja. Maar in Nederland is dat soms wel eens wat anders. Voor mij dat kunnen we niet echt goed duiden. Misschien kun jij daar iets over zeggen. De gehele cultuur voor mij en mijn beleving draagt kunst op een heel ander niveau. Maar in Nederland hier vaak kunst als een beetje uitschot wordt gezien of de onderkant juist. Ja, waar het niet helemaal serieus genomen wordt. Ook als je op een feestje zegt dat je kunstenaar bent, dan heb je gelijk allerlei rare clichés en vooroordelen. En in België word je eigenlijk, als je zelf een kunstenaar introduceert, of zelfs als je kunst studeert, serieus genomen. En op een hele andere manier gaat iedereen het gesprek met je aan. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Het krijgt wel een status. Kunstenaarschap is een bepaalde status. Ja. En in Nederland... Is het ook een status, maar toch niet. In Nederland heeft de kunstenaarschap een bepaalde status binnen de kunstwereld. Binnen bij de verzamelaars enzovoorts. Maar op het moment dat je daar buiten kijkt, is het heel anders. Terwijl in België is het veel breder gedragen. Dat is wat ik vooral merkte. Dus, ja. Je bent zelf ook kunstenaar geweest. Ja. Kunstenaar. Ja. Maar je hebt nu een hobby. Ja, ik vraag me altijd af of je een kunstenaar bent. Ik was geen kunstenaar, dus ik kwam daarachter. Ik heb kunst gestudeerd, dus ik heb mijn bachelor en master gehaald, maar ik zag mezelf niet als kunstenaar. Misschien zit daar ook een bepaalde zelfkritiek in, waardoor je dat niet zo ziet. Ik heb een bepaald idee bij een kunstenaar, en dat is misschien ook gelijk een voorwaarde voor alle kunstenaars waarmee ik samenwerk. Die hebben de volledige overgave voor het werk wat ze doen, en die hebben er geen, die hebben geen compromis wat dat gaat. Ook in een privé situatie en ik was daar eigenlijk veel te zakelijk voor. Maar er zijn mensen, je zegt dat nou wel, ik vind mezelf daar veel te zakelijk voor. Ja. Maar er waren mensen, waaronder het Mondriaan Fonds, je zat bij Prospects and Concepts. Ja. Ja, dat zijn 40 mensen die per twee jaar eigenlijk door het Mondriaan Fonds maar op het paard worden verhezen. Ja. Dat zijn de dames en heren van de toekomst. Ja. Hoe rijdt ze dat? Een goede vraag. Ik had al vrij snel door dat ik... Nou, misschien was ik wel kunstenaar, maar ik voel mezelf comfortabeler in deze positie. En dat merkte ik dus onder meer ook op de beurs, waarbij ik het veel leuker vond en veel fijner vond om werken van andere kunstenaars te vertegenwoordigen. Als over je eigen werk op die manier te blijven spreken. Is dat een beetje een duidelijk antwoord? Ik denk het wel. Wat ik lees uit dingen die je eerder hebt gezegd, is dat je kan het zijn dat je in jouw kunstenaarschap die uitdaging, je zegt drive, hè? Ja. Drive om elke dag met iets te beginnen of door te werken aan dingen waar je eigenlijk geen weet van heb of het nou wel zin heeft. Of mensen er wel, nee, ik zeg zin is nog iets anders. Of mensen erop zitten te wachten. Ja. Daar had je geen zin mee. Nou, dat is niet waar. Nee. Okay. Dat is even goed om te corrigeren, inderdaad. Nee, dat is het niet. Alleen in het kunstenaarschap zit een bepaalde volharding in het onderzoek en in het elke keer weer naar je atelier gaan en jezelf die opdrachten formuleren. Yeah. En ik wil niet zeggen dat ik daar per se geen zin meer in had, maar ik zag bij heel veel van mijn kunstenaars, en ook heel veel kunstenaars waar ik op dit moment mee samenwerk, dat dat op een betere manier
vast konden houden. Ik ben veel meer bezig met mijn publiek en hoe bereik ik mijn publiek en hoe kon mijn boodschap wel zo goed mogelijk komen. Aha. Dat. Juist. Ja, jij was veel meer aan het kijken naar je toeschouwer ja. dan naar jezelf als kunstenaar. Dient, ja. Ja. Nou ja, ik denk uiteindelijk iedere kunst dient een hoger doel. De kunst is ervoor zodat je ergens komt waar je anders niet kan zijn. Daar is kunst voor. Dus dat is het hogere doel natuurlijk. Dat, ja, dan heb je het over engagement bijvoorbeeld. Ja, dat ook. Maar ook sowieso het kijken naar kunst, dat levert je natuurlijk een bepaalde ruimte op in je hoofd. En bepaalde ja. vrijheid. En het stelt vragen en het beantwoordt ook soms vragen voor jezelf. Heeft een kader. Dus dat doel. Oké, dat is het doel. Maar je hebt ook natuurlijk mensen die zeggen, nou, ik vind het gewoon mooi. Weet mag. Je wel. En dan heb je eigenlijk helemaal geen gedachten over. Dat mag, ja. Maar ik heb ook begrepen, ik heb een beetje huiswerk gedaan, ja. dat je ook kunstenaars uitzoekt op hun engagement. Ja. Op ja. hun sociaal-maatschappelijk, ja. zelfs politiek ja. Betrokkenheid. Ja. Maar je hebt ook wel eens gezegd, ja, je mag dingen gewoon mooi vinden. Ja, zeker. Hoef je verder niets, want hoe ruim je dat met elkaar? Want die werken die zijn dus per definitie al, die hebben al een soort lading. Ja. Die kun je dus, daar praat ik even voor mezelf, die kun je dus eigenlijk al niet gewoon mooi vinden. Ja. Omdat die lading en die, dat verhaal daarin zit. Ja. Maar je zegt, ja, dat komt wel. Ja, nou, ik denk, ik zou het een beetje onder draaien, want je hebt esthetiek nodig om te kunnen verleiden en ook om naar beeld te kunnen kijken. Dus ja. esthetiek die is noodzakelijk. Ook om te kunnen zeggen of je iets mooi of niet vindt. Maar er moet iets zijn waardoor je verleid wordt om te kijken. Het is misschien een beetje vreemd om te zeggen dat je verleid moet worden om naar een ander soort werk te kijken, maar je hebt natuurlijk wel die ruimte nodig om de tijd te nemen. En als jij binnenkomt of je ziet het werk, je vindt het spuuglelijk. Ja. Nou ja, spuuglelijk kan ook natuurlijk, want daar reageer je ook. Maar daar zit wel een belangrijk punt. Dus die esthetiek hoort erbij. Ik laat alleen maar dingen zien die ik zelf ook heel mooi vind. Ja, okay. ja. Je knipt het graag. Sorry. Maar, nou ben ik ook te graag. Nou, maar sorry. Je zegt van ik laat alleen maar dingen zien die ik mooi vind. Ja. Maar het is een pakketje. Het moet esthetiek zorgt ervoor dat je ernaar wilt kijken. Ja. En relevantie zorgt ervoor dat het in je hoofd blijft zitten. Want anders is het alleen maar mooi. Precies. Ja. Maar ja? Niet iedereen zal die relevantie oppikken. Dus dan kijk je wel naar die verhouding, die is dus, ja, je wankelt eigenlijk op het scherp van de snede daar met. Ja, dat klopt. Het is of mooi, of je begrijpt het, en je begrijpt het ook nog eens een keer ja. in het verhaal, of ja. je begrijpt het niet en is het mooi verder. Ja. Maar dan mis je dus je hele sociale, maatschappelijke of politieke context. Ja, maar dat vind ik niet erg. Nee, dat is mijn volgende vraag, baal je daar dan niet van? Nee, dat vind ik. Dat is dus eigenlijk dat subtiele, waar dus de kunstenaars onder voorwaarden moeten. Zoals waarmee ik werk, die hebben dus een bepaalde subtiele beeldtaal, die dus niet per se dwingend is. En dat vind ik heel erg goed. Oké. Okay. Dus direct of indirect heeft de kunst die ik toon, dus ik zeg niet de kunst in het algemeen, maar de kunst die ik toon, die heeft de eigenschap om iets te willen veranderen ja. en te willen verbeteren. Een slotstatement. Ja. Oh, wow. Ja, maar laten we helemaal aan jou houden. Dus nu bepaald dat het niet meer gescoord wordt. Ja. Statement van. Een slotstatement. Een statement van Sylvia Bakker slotstatement. Oh, wauw. Ja, dit is echt een tegeltjeswijsheid. Geef niet, doe gewoon wat. Het maakt niet uit. Oh, je bedoelt, je wordt wel op ja, ik zit Nee, ik zit nu echt heel diep na te denken. Ja. Dat statement, wat is dat eigenlijk? Even opgezocht. Oscar Wilde schreef, if you can't read a book over and over again, there's no need to read a book at all. En ik denk dat het hetzelfde is met kunst. Dus je hebt, terugkomt op de esthetiek en het engagement,
Je hebt elkaar, je hebt het beide nodig om het in gang te laten. Het moet door. En dat is eigenlijk. Dus dat is mijn statement. Maar excuses, hij komt dus gewoon van internet, hè? Corny. Ja, dat maakt niet uit. Het is een statement. Maar dat is een statement. Ik denk niet dat dat het is. Ja. Oké. Okay. It's a wrap. It's a wrap. Nou, we kunnen uit de etalage. Dat was het Sonja Bakker. Oh, sorry. Sylvia Bakker. statement. Je bent niet de eerste. Nee, ik doe het ook extra. Goed zo. Dit was super. Hij is